dit was toch het hoogtepunt van alle Coen en Sanne festen bij elkaar. Toen Roodkapje werd gedaan door Jo van Egmond. Ja. Daar gaat hij twee keer. Dankjewel, Niels. Oké, graag gedaan. Dank je. Laat je ook één keer horen voor Jo van Egmond. Jo. Nee, dat vind ik niet leuk, Jo. Nou loop je weg. Kom even zitten. Doe de koptelefoon op. Als er iemand moet weglopen, is het de rest van Nederland, hè? Hey. Ga even zitten. Moet ik het helemaal uitzitten? Ja. Even, maar ja, dit was toch gewoon leuk? Kijk, daar gaat ze. Heeft de koptelefoon. Laat je ook één keer horen voor Jo van Egmond. Oké, we weten het. Komt-ie. Oké. Maar hoor je dat iedereen meedoet? Duizenden mensen doen met jou mee. Dit was toch fantastisch? Ja, ik ging er gewoon voor. Ja, weet je. Ja. En dat kan je me nooit kwalijk nemen. Nee. De laatste keer dat ik dit heb meegemaakt was bij de vrijlating van Nelson Mandela. Dave Verroeving. Goedemorgen, toppers. Hey, Dave. Hey, ouwe. Hey. Hoe is ie? Ja, gaat goed hier. Hoe is het bij jou? Top. Ja, lekker. Ja, er moest echt iets veranderen hoor, Frank. Als we op een gegeven moment in het verkeer denken dat je lichtsignaal aan het geven bent, dan moet je het terecht uithalen. Ja, ze reflecteerden echt. Ja, maar had Schiphol last van je? Ja, ze vlogen allemaal zo mijn appartement binnen. Ik las ook in een column dat je te veel op een drugsdealer zou willen lijken met die witte tanden. Was dat dan? Oh, ey, wat is dat voor een kwal van een kerel? Ja. Wie is die mafketel? Ja, Sander Schimmelpenning. Oh. Ja, nou, ik vind het een heel raar ventje. Inderdaad, ik las dat. Ik heb die gozer heb ik één keer ontmoet en in je gezicht hartstikke aardig. En in één keer zie ik een column voorbij komen dat ik op een drugsdealer wil lijken. Mm. En een gewend jochie dat in de duurste straat van Nederland is geboren. Nou, ik weet niet hoe hij Osdorp ziet, maar... Er komt een appje binnen van Johan, die vraagt... Is het dezelfde kleur geel als de zwembroek van je vader? Oh, wat een originele vraag. Ik vind het wel leuk. Vraag even hoe lang je daar hebt over nagedacht. Maar heb je een ralkleur? Heb je een tint meegenomen? Wat moet het worden? Is het gebroken wit? Ja, het is gewoon... nee, het gaat wel echt richting goudkuipje. Goudkuipje! Ja, maar jij kunt de trend zetten nu, hè? Richting goudkuipje! Dave, ik hou van je. Ik ook. Avondklokshow. Wat was dit? Sorry. Ik had een lichte paniek. Je had gewoon blackout. Ik had helemaal blackout. Ik zit met je handen te zwaaien. Nou, omdat ik... ik was het even helemaal kwijt. Ja. Ik zit nog steeds achter de knoppen. Maar dat is al de derde keer dat je het even helemaal kwijt bent. Ja, dit ben ik helemaal niet gewend, joh. Ik ben normaal gewoon een beetje een dikke, lacherige sidekick. Ja, dat herken ik wel. En ik kom hier binnen om een uurtje of zes. En ik ga om 8:50 normaal gesproken naar huis. Dit is al veel te laat voor mij. Ik ben hartstikke moe. Maar wat wel opvallend is, als je naar Wietse kijkt, toch? Ja. Begint hij wel een beetje op ons te lijken. Hij wordt wat ingezakter, wat dikker, wat witter. Wat ongeïnteresseerd. Een minuut dat je hier zit, dan komt het er gewoon bij. Ja. Die grammetjes vliegen eruit. Ja, het is ongelooflijk. En Christy begint knap te worden. Ja. Krijgen we een heel lekker kontje. We gaan los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ze zeggen moet je Johnson zien. Om wat ik doe voor de kans misschien. Omdat ik move als een boss misschien. Willen we allemaal onszelf graag flossen zien. Fuck dat, ik ben aan de likken, yeah. En mijn stacks worden dikker, want ik ga los, yeah. Chicks likken me, godverdikken me. Willen me Caucasian en cinema. Last game porno stars, yeah, cinema. Vanaf seconde 33 tot 36 zijn jullie namen namelijk duidelijk te horen in een Mexicaans liedje. Groetjes van Nick en Annemarie. Nou ja, konden wij natuurlijk niet geloven. Dit is het fragment. Jeetje, nou. Hè? Dit is toch leuk, hè? Zo. Maar ook niet een klein beetje, hè? Ik vind meteen ook een hit ook.
Het is gewoon een codewoord. Hij is op pad gestuurd. Maar daar ben ik heel benieuwd wat hij dan ook echt zingt. Ja. Wat grappig. Ja, dit is heel grappig. Hier kan je niet meer omheen. Nee, daar kan je niet omheen. Nee. Jij hebt het nu voor het eerst ook bij iemand anders gezien. Hoe bedoel je? De broek. Ja, ja, ja. Dat jij zei van, ik heb nu, weet je wel, ik ben niet alleen met deze gekke ribbroeken die 2 meter breed zijn. Maar ik heb het ook bij iemand anders gezien. En dat maakt natuurlijk een hoop goed als je ziet dat je niet de enige bent die het draagt, toch? Ja, ja, dat klopt. Tenzij... wie was het? Mari van de Ven. Ja, het erg was ook geen, hij had geen ribbroek aan, gewoon zo'n hele wijde broek. Toen dacht ik wel, kijk, die gast is natuurlijk super modieus, ja. Maar nu nog veel te ver weg. Maar je wilt niet samen met Marie van der Ven de eerste zijn die iets draagt. Nee. Nee, nee, dat klopt. Nee, dat is gewoon niet zo mijn leak ook. Nee. Ik moet daar een beetje uitblijven. Maar ik heb nog iets op te biechten, Frank. Als we dan toch bezig zijn, weet je wat ik doe? Ik graaf gewoon dat graf nog even wat dieper. Oh jee. Ik werd gisteren verrast. Door mijn vrouw. Ik ging naar bed en ik dacht ineens, wat is mijn bed lekker warm. En ik had al een paar nachten geklaagd dat ik het koud had. Die heeft een elektrisch dekentje voor me gekocht. Nee, man! Ja, dat is fantastisch! Wat een oude vent ben je geworden. En dan stap je ochtends in mijn ribbroek. Op de bak, fiets naar de zaak. Jezus, man. Er blijft weinig over. We zijn hem kwijt, jongens. Ja. Het wereldrecord van langste penis in slappe toestand. Jongen. Ja, het is niveaus hoog. Wauw. Slappe toestand. 36, weet ik 36 veel. Centimeter, ik noteer hem. Nienke? Ik zat in de buurt, ik zat op 41. Ik zet op 41. 41. Ja, dan is het 2-0 voor Nienke, want het record staat op 48 centimeter. Ja, toch, hè? Krijg je met donkere vriendjes mee. Dag Nienke, tot de volgende keer. Hoi.